Goeiedag, dit is Rita Razuki. Ik ben diëtist bij Weekstart Gezond en ik zie heel veel mensen met oncologische klachten. We spreken van oncologische klachten wanneer men door een tumor of een kankergezwel in het lichaam een bepaalde verandering in het lichaam ondergaat, waardoor de energiebehoefte verhoogd wordt, dus als de behoefte aan kilocalorieën, de eetlust verandert, de reuk- en smaakzintuigen veranderen, maar ook daardoor de eetpatroon. Voedingsadvies bij oncologische klachten is heel erg belangrijk. Simpelweg omdat de energiebehoefte eigenlijk verandert en de eetpatroon ook. Men moet daar rekening mee houden, omdat het verloop van de oncologische klachten zo eigenlijk verbeterd wordt. Maar ook de behandelingen gaan dan ook beter als het gewicht genormaliseerd is. Bij oncologische klachten zien we ook heel vaak dat door de behandelingen, zoals een chemokuur of een plaatselijke radiotherapie of een behandeling aan bijvoorbeeld een darmkanker, kan er altijd een slijmvliesirritatie ontstaan en eigenlijk ook een beetje een schade. Nou, je kunt u voorstellen, vanaf de mond tot aan de dikke darm is er eigenlijk een bekleding van een slijmvlies. Die slijmvlies, als die beschadigd is, kan van alles optreden aan verdere schade. Denk aan de slijmvlies in ons mond. Dat wordt eigenlijk, dat produceert slijm. Dus dan kan men daardoor eigenlijk al minder trek hebben in eten, omdat er gewoon niet voldoende slijm in de mond geproduceerd wordt. Zo ook de passage in de slokdarm gaat dan ook minder goed. De dikke darm heeft dan ook een probleem, omdat daar alle opname en vertering van de producten plaatsvindt. En dat gaat op een gegeven moment dan ook aangetast kunnen worden. Dus er zijn verschillende dingen bij een behandeling van kanker die eigenlijk oncologische klachten veroorzaken, waarbij voeding heel erg belangrijk is en voedingsadvies ook van een kundig diëtist. Vandaag vertel ik kort over de aandachtsgebieden bij borstkanker in relatie met voeding. Borstkanker is een veel voorkomend kankersoort en bijvoorbeeld in Nederland heeft 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker in haar leven. Het komt vaak boven de leeftijd van 40. Soms is het ook gerelateerd aan een genetische aanleg. Ter preventie van borstkanker is er niet per se een bepaalde voedingsadvies nodig. Er is wel een algemeen goed voedingsadvies nodig ter voorkoming van alle kankersoorten. En die kun je vinden op verschillende websites die ik eigenlijk ga linken hieronder het bericht. Wanneer kanker optreedt, zien we verschillende behandelingsmethoden in de praktijk mogelijk. Ten eerste bossparend of niet borstparend amputatie. Dit is wanneer een lokale tumor aanwezig is in de borst die eigenlijk weggehaald kan worden en de borst verder niet aangetast is. Veelal is de borst wel verder aangetast en dan wordt er gekozen voor of chemotherapie of bestraling. Maakt niet uit wat de behandeling is, er zijn altijd wel, meestal wel eigenlijk klachten aan verbonden. De meest voorkomende klacht, bijvoorbeeld bij een borstamputatie, is omdat er een lymfeklier wordt verwijderd bij de oksel bij de vrouw, wordt er ook vocht vastgehouden. Dat is ook lymfoödeem, zo wordt het genoemd. Bij lymfoödeem kunnen we van alles aan therapieën krijgen. Bij chemotherapie is misselijkheid, braken, veranderingen in de smaak, reukzintuigen en ook onbedoeld gewichtsverlies zijn veel voorkomende klachten. Bij hormoontherapie treedt er juist gewichtstoename op en ook osteoporose, oftewel botontkalking. Botontkalking is wanneer calcium en vitamine D niet in een goede mate in het lichaam aanwezig zijn, waardoor de bot niet goed kan groeien. Maar bij botontkalking speelt er ook een vrouwelijke lichaamshormoon een rol. En dat is natuurlijk bij hormoontherapie niet meer in balans met de rest van de lichaamshormonen. Nou, hoe gaat het eigenlijk te werk wanneer een vrouw met oncologische klachten in de praktijk van een diëtist komt? Veelal wordt er wel aangekaart dat bijvoorbeeld bij ondervoeding en ongewenst gewichtsverlies men de diëtist moet bezoeken. De huisarts probeert ook mee te denken en meestal wordt er ook drinkvoeding alvast gestart. Mocht het gewichtsverlies niet zo heel erg zijn, zie ik toch af en toe dat sommige vrouwen snel aan de bel trekken bij een diëtist en toch wel eigenlijk voedingsadvies willen. Wat ik als eerste doe, is ik vraag naar het gewichtsverloop. Hoe is het geweest? Hoe is het nu? En in hoeverre is het gedaald of gestegen? Wat heeft de vrouw allemaal ondergaan aan behandelingen? Nou, meestal komt tijdens zo'n intake best wel veel los. En we kunnen zo op deze manier eigenlijk ingaan op de rest van de klachten. Het belangrijkste voor jou als je thuis kijkt is, let op je eiwitgebruik. Eiwitten kun je binnenkrijgen op verschillende manieren. Je kunt het
binnenkrijgen met vlees, vis, kippen, eieren en zuivelproducten. Daar zit het meest biobeschikbaar eiwit in. Je zou het ook binnen kunnen krijgen door genoeg peulvruchten te eten, noten, granen, maar ook volkorenproducten. Dus als je twijfelt en je hebt geen idee waar je moet beginnen, trek dan aan de bel. Het liefst bij een oncologie-diëtist. Maar ook een gewoon diëtist zou jou van een basis voedingsadvies kunnen voorzien bij ondergewicht en ondervoeding. Nou, als je op een gegeven moment ook nog klachten krijgt, zoals osteoporose of vermoeidheid, dan kun je natuurlijk gewoon vragen om een telefonisch gesprek of videobellen. Dat zijn allemaal mogelijkheden tegenwoordig om toch enigszins contact te hebben. Normaal gesproken zou de diëtist ook bij je aan huis kunnen komen, maar dat is in deze tijden wat lastiger. Maar gelukkig kunnen we middels videotabellen best wel goed beeld krijgen van in hoeverre is het verslechterd. Dus samengevat, voeding is hartstikke belangrijk bij een oncologische klacht. Ongeacht de aard van de oncologische klacht, heb je toch echt voedingsadvies nodig om toch even bij de basis te gaan en daarvan uit te werken. Dit komt omdat je bijna nooit een ergen hebt dat je eigenlijk afzwakt, dat je tekorten oploopt, dat je vitamine en mineralen extra nodig hebt wanneer je dus eigenlijk gaat afvallen. Het is niet alleen het gewicht wat je aan moet eten, maar het zijn ook de tekorten die je dan opgelopen hebt. En denk aan de spiermassa. Afbraak van de spiermassa en op een bepaald niveau kun je op een gegeven moment ook moeilijk herstellen. Soms is het bijna niet te herstellen. Dus denk eraan. Denk er vooral aan dat je dat met een deskundige bespreekt. En in de tijden van nood, trek aan de bel, want er is van alles mogelijk. Blijf kijken op deze pagina, want ik heb hier en daar wat goede recepten voor het binnenkrijgen van eiwitten. Heb je vragen, stel ze gerust. Bel even of mail even, of misschien als reactie op deze bericht op YouTube. En tot de volgende video. Dag!